In hoeverre kan je het gevoel dat je man of vrouw bent nog beïnvloeden na de geboorte, dus met de opvoeding? Nou, er zijn twee dingen over te zeggen. In de eerste plaats zijn er kinderen die vanaf 15 jaar weten dat ze in feite geboren zijn als een jongetje, maar ze voelen zich meisje of omgekeerd. En dat ook blijven volhouden en er alles voor over hebben om hun lichaam te veranderen, om dat lichaam aan te passen aan hun gevoel. Dat zijn transseksuelen. En daarbij hebben we in de hersenen ook gevonden dat er vrouwelijke structuren in mannelijke hersenen zitten en omgekeerd. Dus er is blijkbaar een reden om dat gevoel te hebben in de structuur van de hersenen. Dat gedrag, dat gevoel is niet te beïnvloeden door welke psychiater of psycholoog dan ook. Een andere waarneming in dit verband is dat kinderen die door een ongeluk of door een fout bij een operatie hun penis verliezen, wel eens zijn opgevoed als meisje. Ja, dat is één keer voorgekomen in Amerika bij een mislukte besnijdenis. Wegens de nauwe opening van de voorhuid. En dat jongetje verloor op de operatietafel zijn penis toen hij 9 maanden oud was. En toen was het maakbaarheidsgeloof op zijn piek. Iedereen dacht dat alles maakbaar was. Ook of we ons man of vrouw voelden, werd bepaald door de omgeving. Wij passen ons aan ons, wat er van ons verwacht werd door de omgeving. En er is toen dus op basis van dat idee is besloten om er een meisje van te maken. Het kind is diverse keren geopereerd en heeft jurkjes gedragen. Heeft in de puberteit ook vrouwelijke hormonen gekregen, oestrogenen. Heeft psychologische begeleiding gehad. En dat is altijd gebracht door Money in zijn handboek en in zijn lezingen als een succesverhaal. Als het bewijs dat de omgeving bepaalt of je man of vrouw voelt. Toen ik dat een keer vertelde in Amerika zo'n 10 jaar geleden, als het enige of de enige aanwijzing die je kende dat de omgeving invloed heeft op gender, op het gevoel man of vrouw te zijn, toen stond er iemand op en dat was Milton Diamond. En die zei, maar dat verhaal van Money klopt helemaal niet. Het kind is terugveranderd tot een man, is getrouwd, heeft een paar kinderen geadopteerd en is redelijk gelukkig. Heeft dat gepubliceerd. Er is een boek over geschreven. De jongen heeft er behoorlijk geld aan verdiend, maar heeft helaas het geld op de beurs verloren. De relatie is misgegaan en een aantal maanden geleden heeft hij zich gesuïcideerd na een ellendig leven. Een aantal maanden geleden? Ja. Maar dat laat zien dus dat wat je ook doet, penis weg, crossdress, psychologische begeleiding, hormonen geven. Jongens met poppen laten spelen. Het maakt allemaal niet uit. Het gevoel blijft dat die man is een man zal zijn. Is er een effect ooit gemeten van bidden? Nou, wat betreft het effect van bidden kun je twee zaken onderscheiden. In de eerste plaats het effect op jezelf. En in de tweede plaats het effect voor degene waarvoor je bidt. En het is gebleken dat bij bidden, wat een ritueel is, wat je telkens hebt geleerd en vele malen gedaan, dat daarbij je in feite ontstrest. Dus het cortisol, wat het stresshormoon is, dat daalt. En 's nachts stijgt het melatonine, wat het hormoon is, wat je slaap beïnvloedt. Dus je wordt rustig en je slaapt beter. Dat kun je ook met yoga bereiken of een ander ritueel. Er zijn vele rituelen waarmee je dat kunt bereiken. En meditatie. Ja, of het lezen van een goed boek of het zien van een goede film. Dus er zijn vele zaken waarmee je ontstressen kan. Het bidden voor anderen, daar zijn nogal wat experimenten over gedaan. Ook veel slechte experimenten. De goed gecontroleerde experimenten laten eigenlijk geen effect zien voor het bidden voor anderen. Maar wel voor jezelf. Je wordt er rustiger van. Is het bewustzijn te lokaliseren? In de zin van links of rechts? Ja. Of... Nou, het bewustzijn zit in feite overal. Maar je kunt dat links en rechts kun je wel onafhankelijk van elkaar maken. Er zijn mensen die een beschadiging hebben in de links-rechts verbindingen. En dan gaat de linker
hersenhelft gaat zich anders gedragen dan de rechter hersenhelft. Er zijn mensen die met hun linkerarm hun broek aantrekken en met hun rechterarm hun broek uit. En er is ook een heel bijzonder syndroom beschreven, alien hand syndroom, waarbij iemand voortdurend met zijn linkerhand zich naar de keel greep. Echt? En, dus... en zich probeerde te kelen en de rechterhand hield dat tegen. En dus blijkbaar was de ene helft van het brein was boos op de andere helft en zoiets, ja. En Peter Sellers heeft dat nog gebruikt in een van zijn James Bond vertolkingen. Dus dat bestaat echt? Ja. De hand die niet meer bestuurd wordt... Nou, de hand... In ieder geval niet meer door het bewustzijn. Nou, de hand die bestuurd wordt door dat deel van de hersenen... die blijkbaar boos is op het andere deel van de hersenen... omdat die twee hersendelen onafhankelijk van elkaar functioneren. Dus de berekenende automaat heeft er nog wel een bedoeling mee? Nou, het zijn op dat moment, als de links-rechtsverbindingen zijn verbroken... zijn er twee automaten geworden. En de ene... hersenhelft kan boos zijn op de andere hersenhelft. En de ene hersenhelft wil de andere hersenhelft uitschakelen? Ja. Ja. Maar het is niet een beeld wat dagelijks voorkomt. En de reden waarom de hersenen op dat moment niet meer weten... dat er maar één hoofd is, komt door die slechte verbindingen? Ja, omdat... De hersenen splitsen zich echt. Ja, de enige manier waarop de hersenen weten dat ze een eenheid zijn... dat ze één hersenen zijn, is door de links-rechtsverbindingen. En als die verbroken zijn, dan zijn beide hersenhelften onafhankelijk. En dan moeten ze er één kwijt? Nou, ze moeten er niet één kwijt, maar de ene kan andere opvatting hebben dan de ander. Het is moeilijk om in één schedel te leven natuurlijk, ja.